Dit zijn de kaartjes voor de vissen voor oktober. Ik ga werken met de Guardians Angel Tarot kaartjes. En met de magische eenhoorn kaartjes. Van Ring Virtue beide. En de tarot kaartjes liggen er als eerste. Ik ga even voor jullie kijken, lieve vissen. Oké. Dus het eerste kaartje ligt... En het is zachte tarot, hè? Dus dit is ook al voor kinderlijke dingen. Dus zacht voor jezelf zijn, dat is wel belangrijk. Maar dat krijg je ook door creativiteit en overvloed. Dus creativiteit en overvloed, dat is heel erg mooi. You are ready to accomplish great things and truly come into the fullness of who you are. Dus, nou mooi. dus ga ook iets creatiefs doen, bij wijze van spreken. En dat brengt ook de overvloed, hè. Maar kijk ook weer naar dat innerlijke kind. Of ga je omringen met kinderen, hè? Dat kan ook. Maar kijk naar het innerlijke kind en dat rond de 6 jaar, hè. Ik heb ook meditaties ervoor. Nou, er komt een messenger of abundance. Dus heel mooi. Wonderful news regarding your career. A new job, a promotion. Or excellent school comes in. Dus nou, alles gaat goed komen deze maand. Het wordt een heerlijke maand voor jullie. Oktober, lieve vissen. Oké, en dan de Six of Abundance. Heaven opens its loving arms and pours abundance to you. An unexpected gift is on its way. Stel je open, hè, voor alle gaven van het universum. Hè, maar je kan ook... weet dat als je veel krijgt, dat je misschien ook wel wat terug kan doen. Door middel van... vrijwilligerswerk of iets dergelijks. Hè, wees dankbaar. En ergens, als het allemaal zo goed gaat, dan denk je bij jezelf, ja, nou, dat kan toch niet allemaal goed gaan, weet je? Dan kom je weer in de 9 van dat je vastzit eigenlijk. 9 van gedachten. Stop being so hard on yourself en blijf in het positieve. Dus als alles goed gaat en er is iemand die je iedere keer weer naar het negatieve trekt, zeg maar, ga dat dan niet doen. Als er dingen zijn waardoor je niet kan slapen, bij wijze van spreken, geef je angst dan over aan het universum. En je gaat zoveel dingen meemaken, zoveel positiviteit. Hè? Als er nog oude dingen zijn die nog over moeten worden gegeven aan het universum, zorg ervoor dat je goed kan blijven slapen en dat alles in die positiviteit doorblijft. Als er dingen zijn uit het verleden wat nog weg opgeruimd moet worden, doe een meditatie of kom bij mij langs voor een heling of bij iemand anders. Hè? Maar... Know that heaven will provide the solution. Maar het gaat allemaal goed. Maar dan schiet je opeens, komt er iets ouds naar boven. Oké, we gaan even kijken wat de andere kaartjes daarover zeggen. Oké, dat gaat om familie. Oké, kijk terug en zeg van, goh, misschien deed mijn opa dit zo, of lijk ik meer op mijn oma. Maar weet dat ook hoe verschillend jullie zijn, hè, dat gewoon... jullie mogen allemaal je eigen persoon zijn, hè. Maar het is ook wel leuk om te kijken. Het gaat er dus om, die overvloed wil je ook misschien delen met je familie. En ga misschien samen met iemand uit de familie iets creatiefs doen. Dat zou ook heel goed kunnen. Oké. Nog even de tip van blijf in beweging. Run, walk, swim
arm otherwise move your body and this will give you more energy and happiness. Dus alles gaat goed hoor, het gaat ook goed, maar blijf goed voor jezelf zorgen. Zeg maar. Mooi, dat is heel duidelijk. Just be yourself and see. You're a great person. Enjoy being yourself. Dat kindje zit vol vertrouwen op dat paard. Zie je? Dus, en als jij helemaal jezelf bent, en dat is hier ook al zo van, als je verschillend bent, nee, je gaat gewoon lekker bewegen. En dan loop je gewoon je eigen weg helemaal. Helemaal wat bij jou past. Ja, lieve vissen, wordt een hele mooie maand, maar ook nog weer een onderliggend iets wat opgeruimd moet worden. Of wat je nog even moet, nou niet moet, maar mag meenemen. Ik wens jullie heel veel liefde en licht. En ik kan, ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor een persoonlijk consult. En anders zie ik jullie graag weer volgende maand. Dag!